ronde niet al te lang voor de aankomst. Ja, dit is ons hotel in Pune, de Blue Diamond. We zitten 3 hoog. En zo ziet het eruit als we een beetje rondkijken uit het raam. Dat zijn overigens mooie bloeiende bomen, hè? We zitten dus in een tamelijk groene omgeving. Nee, dit is de pool. Volg me af of die lekker warm is. Ik weet niet, s'nachts koelt het nogal af, dus ja. Misschien is het water helemaal niet zo lekker warm. We zitten zo'n 700 meter. Ja, we zitten op 700 meter hoogte, dat is waar. Ja. Het schijnt weer mooi weer te worden vandaag, hoewel het hier de laatste tijd heel erg geregend heeft. Ja, dit is Pune, de brug over de rivier. Zo op weg naar de kwekerij. Veel mensen op de fiets nog hier. Hoe oud is je dochter? 9 jaar oud. 9 jaar oud, oké. Ja, zo'n soort gebouwen kun je ook zien. Of dit regeringsgebouwen zijn of zo, dat zal wel. Thunderbolt. Hè? Ja, company. Ja, het is vandaag niet zo druk, maar zo'n autootje voor je produceert genoeg smoke, hè? Tuf. Of deze keer. Ja. Allerlei zakenmensen langs de straat. Hè. Hier houdt die hutjes af, hè?
dat zien. Ja, want ik zou wel eens willen weten wat zo'n appartement kost. Hè? Ja, dat zou. Moet toch wel een enorm. Dat is nou een aanbouw. In aanbouw, ja, en daarachter nog wel. Zondagmorgen, dus het is veel minder druk op de weg dan anders. Met dat blauw. Het is tamelijk vlak hier. We gaan direct een beetje de hillside in. Je ziet een beetje heuvelachtig worden. De kwekerij ligt op 700 meter. Er is hier een aardbeving geweest in de buurt. En voor degenen die toen daarbij betrokken waren, hebben ze dit complex gebouwd. Hier rechtsaf, hier het land in. Ja, iedereen springt in de houding. Why is this? Today, this is Sunday, no? Holiday. Okay. The training of SRB, this. Yeah. Undertaking government. Okay. All of students of this school. Yeah. En dan wippen ze meteen iets omhoog, zie dat? Als zij in de houding. Well, here is coming on some minister of here. Good. Wat concurrentie op de weg. Even. Er is wat landbouw hier, maar het is nogal arme grond met stenen in de oppervlakte. Met twee tegelijk hier en dan heb je een probleem. Hè? Dat gaat niet zo goed. Dan gaan we de verkeerde kant op. Maar anders kan die niet voorbij.
dit is dan een dorp. Heel wat typische huisjes. US population? 160 million. 160 million. Daar ligt de kwekerij, ja. Van dergelijke chance. Hè. Nobody there, it's Sunday. Sunday. No, a watchman is available. He's coming. Ja. Ik weet niet wat er van klopt, hè? Because I like to, you keep talking. I like to have a picture of the people we work with, and therefore, so. Yeah. You should have an argument, huh? Then you can have a fight. And fight a little bit because that. This guy is a fatter and long. Everybody, you beat everybody up. Today I like our first of tomorrow because I just last.
past, going, is there still once a year, or maybe twice a year, sometimes. But here in the rooms, whatever, we are copying that. So the vegetative state is a longer part. And the leaves fall, and the leaves bear the blanket, that's why we have the casing. We copy that too, to protect the mycelium which is already going, and then we change. And the rain, when the season changes, that is the flushing part. You cannot water every day, especially not in the middle of the harvest. So you have to give water in advance so that you can skip a day and still there is enough water in that material. On the other hand, we know that there should be a certain quantity of soil. So that's one reason that we are getting the spent life to build the better water retention. To cover every little piece of compost so that later on they can pick up and transport the food. That's one. The food is here, the action. 7 days. 7 days. Okay, so from now on, you sit in the office and you tell the guy after 7 days, you. If you like to be the teacher in the Netherlands, you have to be with him. You have to study some psychology. And then you will, at a certain moment, be confronted with what they call the aha erlebnis. That is German for the aha experience. You did certain things for years, routine-wise, and you didn't know exactly why you did it. And at a certain moment you see something and say, aha, that's what it is. That makes you understand the process much better and you react to the proper way. Eh? The second thing is, it is the wrong attitude to start correcting the problem there. That's aspirin. If you do that 5 times, you believe that you can correct the problem. No, you forget that the problem is there. That's number one. Number two, we figured out that if you add water at that particular moment, you have to realize what I said yesterday. Dit is in de trein. Op weg van Pune naar Bombay. En Mariet laat wel zien de prachtige bloemen die ze al gekregen heeft van de clusters. En heel jammer eigenlijk dat je ze niet mee kunt nemen. Lekker leuk, hè? Ja. Oh ja, als je van bovenaf kleine gladiooltjes. Eerst een soort hei, wat ik ook mogen zijn, kleine gladiooltjes. Dan. Tuberoos. Tuberoos, ja. Rozen. Echte rozen, weer tuberoos. En, prachtig, bekeken. En een briefje erbij. Briefje, nee. Nee. Met de wensen van alle pluksters. Hè. Als, kijk, eigen boy, als afscheidje. Als dank voor het werk en voor wat ze geleerd hadden en zo. Kunnen de muziek nou zeggen? Ben je daar happy mee? Jawel. Ja? Dat zei toch wat, alleen vind ik het jammer dat zo'n arme mens staat. Ja. Ja, het is wat rommelig hier en wat lawaaierig, maar dat is in de trein. Hè? De boetermus. Ja. Ja, het is onderhand al laat. Dus is het niet zo erg licht meer buiten. En dus is er ook niet zo heel veel van het landschap te zien. Ik kom de koffiekopjes ophalen. Want ze serveren koffie in de trein. En hij lacht er nogal bij. Het is een goede zin bij. Ik heb al een eigen ruimte vandaag. Ik heb de matten er nog hangen, die heb ik goed geklopt in de badkamers. Net gedweild. En vanmorgen hebben we samen die bakken erop gehuft.
Pieter op de trap over de reling. En daar heb ik ze aangepakt. Nou, dat is een mooie ding geworden, ja. En dan was vanaf het balkon. De lens, hè? Nou ja, zo nog niet, maar nou wel. Zo nee. Oh, hij heeft de hand een beetje vuur. Dat is een mooi hoekje geworden weer. Mooi schoon. Bakje mooi met het onder. En voor hem bleven de rozemarijntjes erin. Dat zijn de Italiaanse stukjes. Dubbele butten. En hier zit een bakje curry in de midden. Het is die losse kussens. Die hebben we eens over hem meegebracht. Die passen hier bij de parasol. Een hoge, maar een fijne, ja. Klotsje te trekken. Daar zit beton hè, met z'n oren. Pieter werd gemaakt. Het is toen van het balkon afgeweid met de storm door het rotte ding en kapot. Heel, hoe lang zal de banaan nog leven? En de komen kennelijk niet meer. Dat weet ik geen of ik dat al opgenomen heb. Ik kan het niet zeggen. Als gardien met de roven in bak die Pieter toegetelmerd heeft. En ik haak de reusjes. En dit zijn ook rozen. De masterrozen. Daar zit een roze, ja. Weten ze meteen dat het nog warm is? Ja, hey, dat is het nog. Ja, de airco die rent nog zo vuur. Ja. Even merken wat hier bewolkt of we gingen het regenen. Het parasol naar binnen gedacht. Kussens naar binnen. Nou, op ons splinter nieuwe balkon hebben we koffie. Ja, uit de kerk. En dan hebben we gegeten. Elke eerste zondag van de maand brengt iedereen wat eetbaars mee. Wat leuk heet ja. Dat, hè? Wat leuk lunch. Ja, makkelijk hoor. Proost van de mango. En de eenden huur ik. Ik hoor ze ook. Maar die komen nog niet. Proost verder. Ja, meisje. Monsieur de verder. Nou ga jij maar eens zitten, dan zullen we jou. Schatje. En die zat van mij aan het huisje, zei hij. Hoor het. Hoor, ja, de eenden. Heb je ruzie? Nee, ja. Eenden maken geen ruzie. Ja, nou. Zeker weten, ik trek mijn jasje daar goed. Ja, begin maar vast. Het is warm. Het is hier heet. Ja. Het is hier verrekt en heet. Dat stond je zo leuk, maar ja. En dan is het oktober. Ja, ja. Dat is een leuk ding, ja. Ja, zeker. Ze hebben gemaakt stof toen in Hongkong gekregen. Nee, door. Hoor door zee, ja. Nee. Tuurlijk niet. Ik ga dat ding dicht moeten maken, dat weet ik ook. Ja, ja. Het balkon. Kijk, de banaan is groeien. Ja, nou is dat. Dat merkte zo op op slokkamers het eind zo licht en die zon die komt weer binnen. Oh ja, ja. Nou hier dat kreun weg is. Oh ja. Dat had ons al heel wat dollars gespaard, ja. Zomers van herfst. Zwinters van. Keld. Ja. Onder moeders paraplu, hè? Ja.
Nee. Dat is niet lief. Het was in de eender voor het eerst. Allemaal maar. En die is nooit goed. Goh, die meiden komen bij het handen uit de deur. De eerste keer dat ze komen, is hier een wijktoers bij me. Verdwijnen is allemaal op het kwekkenpad. Nou, Pieter, ik hou hen hier al, die zaten op het balkon. In de zon nog eens een keer. Oh, die loopt achter, die roept volgens mij. Dat is iets moois, hè? Er komt verder het rood. Het later licht. Heel mooi. Er zitten nog veel knoppen in, dus we krijgen er nog meer. De hommel vindt het ook lekker zo te zien, hè? Ja. En zo ziet de hele plant eruit. En dit is de naam. Hibiscus mutabilis plena. Oftewel Confederate Roos. Geplant in 1997, dus nog jong. Dit is de Buddleia. Deep purple. Een hele mooie kleur ook. Buddleia's doen het hier erg goed. En de vlinders zijn er heel gelukkig mee. We hebben deze al eens vaker gefilmd, de persimmon. Maar nu beginnen ze pas mooi te worden. En ze zijn nog niet helemaal rijp. Het schijnt dat je ze zo lang mogelijk moet laten hangen. Dit is de persimmon Matsumoko. Een aparte variëteit. Dit is ook wel heel apart, hè? Bleeding Heart. Een mooie klimplant. Die afgelopen jaar afgestorven is, maar die komt weer terug. En die doet het toch wel erg mooi hier. Dit is de naam, Clerodendrum Thompsonii. En zo ziet dat eruit. Aan de draad. Ik was geweest met trekken. Over de vloer en in die airco. Ja, dat moet er dan slopen. Overal zitten. Dit is me toch een bosje, ja. Ja, maar dit zien hier een hele bos. Dat was heel mooi van de lente toen dat blauw de maart was de eerste keer. Jazeker, dat is mooi. Maar hier kan het niet. Ik kan het hier niet hebben. Nee. Hè? Dat is een bosje. Die groeit overal in en op en aan. Die is sterk. Dat is een kamerpleintje. Kamerpleintje. Dat hebben we hier neergezet, ja. Die vlieg is groot als ik ben. Kun je hem er daaruit lichten? Dat is een insect daar. Oh, zo gaat dat. Die pakken die ook? Ja, ja. Die zouden dus ook Robbie's pakken. Hij ging er achteraan achterin. Wat een rijwaar. Ja, meisje. Dan moest ik eigenlijk een camera hebben en naar boven kunnen filmen. Ja. Hé? Als die daar liggen en je jas mee. Komt verder het. Ik voel me nou onhuur. Madison Confederate Jasmine. Ja, dat is een mooie groen blijvende, dus die lekker bluit. Als potplantje. Dat is ook nog goed. Die oude klimaat is. En er zit ook jasmijn erin geworden. Die zit hier overal. Wat heb je hier gemaakt? Dan moet die spettertjes op de grond. Nee. Ach, die platten is vol. De mensen die ook zagen. En heel klimrijk.
Die hadden hier afgezaagd. Het was daar een kans neerlaat. Ik huur wat. Stuurt ermee. Smoeit. Op die hoogte, omdat die plastic dingen niet langer waren. Dus. Ja, ik kan dat ook overschilderen, maar die verf heb ik niet volgens mij. Hè. Het er wat heen gelaten toen? Dan moet ik eens kijken straks. Jullie kennen zeker mijn kwal, maar... Dan moet ik kijken. Een donkere dag. Ook dat droog blijft. Dan ligt een buurtje zitten eronder. Zo is al een rekje bezig. Eraan, hè? Ja, maar ik heb nou dat andere spul. Het opnemen. Dat is handig spul, hè? Mm-hmm. Weer gemechaniseerd, hè? Ja. Handig dingen zo. Woody en het schatje hier ook op achtergrond. Mm-hmm. En die kostte maar een dollar of zo per stukje, zei hij. Ja, iets meer, een dollar ja. Tien of zoiets. Kunststof. Ja. En als ik het eerlijk moet zeggen, heeft hij er in plaats van 12, 24 gegeven. Maar... Want die zitten zo om en om verpakt en hij telde. Hij telde 1, 2, 3, 12 zeg. Nou, dat was dan heel erg. Ja, ik moest er nog eens, ik heb ze niet eens nageteld. Maar, Ik dacht al een doos vol, kan haast niet. Ja, die lat, die, dat zou je zeggen, die moet onderuit elkaar. Hè. Oh, dat weet ik niet. Hè? Heb je nog niet gezien, hè? Nee, nog het zegt. Nooit zeggen, hè? Dat klopt. Die zit goed. Dat onder het hoef? Nee, onder moet nog, maar ik ga hiervoor... Dan kun je ook niet blijven lopen. Hé, hey, daar kunnen de eekhoorns handig over op. Dus beert die dood. Beertje is dood, ja. Een was Beertje. Een van de, hè? Dat doet net op de weegvis. Een van de. Maar leuke hun toch? Dat ben ik goed tegen vier volgens mij. Ik had hem wel mee willen brengen, maar ik dacht, ja, misschien zit er... Beestjes aan. Beestjes aan en zo aan, hè? Ja, dat zeker. Dit zijn die zogenaamde... Kardinaalsmutsen, bisschopmutsen, hebben we uit het wild opgegraven. En met die rode zaden eraan. Dat is een heester. Als die al die zaadjes laat vallen, krijgen we er volgend jaar ook genoeg. Jonkies. Kardinaalshoed. Deze die heb ik als onkruidje uit het bos in een potje gezet, omdat ik zo de bloemetjes zo leuk vond. En dit is het resultaat. Na een jaar. Hele geinige bloemetjes. Heel lief spul. Kleine magrietjes. En een plant van heb ik jou daar. Kijk
Kijk, wat een beest van een plant. Ja, hier staan de bloeiende bougainville. Die doen het ook goed. De andere bloeit nog niet. Die moet nog komen. Ook een andere kleur. Misschien van de winter als we hem binnen zetten. Dat die gaat bloeien. Dit is onze persimmenboom. Daar zitten de vruchten. Ze zijn nog niet rijp. Je moet ze zo lang mogelijk laten hangen, zeggen ze, dan worden ze lekker. Ja, al is het dan oktober, de Clerodendron bungei, die doet het nog steeds. Mooi. Heeft nog jonge knoppen. Het kunnen hele mooie trossen worden. Mooi gewas. Ik weet niet hoe het plantje heet. Het lijkt een klein tijgerlelietje. Maar heel lief. Lief spul, ja. Er zit nog vol knapjes. En zo ziet het balkon er nou van beneden uit. Maar wachten tot de jasmijnen groot genoeg zijn om bovenover te klimmen. Het zal niet zo lang meer duren, die groeien nogal vlot. En dit is dan het begin. Zo moet hij geleidelijk naar boven. Daar is hij nou. Hij heeft nog een eindje te gaan natuurlijk, voordat hij helemaal boven is. Zo moet hij dus. Tot daarboven. En dan rechtsaf. Tot hij die ander tegenkomt. Als je praat van dikke oxalis, dit zijn dikke. Maar wat een blaren. Hoe moet je dat zien? Wat een spul. Dat is mooi. Een gecultiveerde variëteit oxalis. En dit is de naam. Oxalis bowei. Oxalis bowei. Mooi. Moet je wel een meidje? Hè? Glim gevreven been. Glim gevreven been. Ik zal, er eens omheen lopen, eens kijken hoe het dan. Glim gevreven been. Ik zie je benen niet. Nee? De achtergrond is wat. Hoezo? Maar ik wil dat kopje ook wel eens zien. Dus het toch ook zal zijn een dubbelkaart, joh. Wat? Huh? Ja, dat zijn mooie beentjes zo. Wat ben je aan het doen? Oh, dat ding als gebeurt dan aan de zachte schijf. Radio Nederland staat aan, hè. Ja. Zo gaan we naar Alice en Tommy. Alice is jarig. Hè? Sluipmoordenaar. We hebben het voor heel wat slootjes gegraven. Dat is een lelijke regen, dus kan het allemaal weg. En hier zullen we spandelen.
Het is echt heel erg breed gemaakt. Dat je onder het houten pad gaat. Ik had er maar ergens bij. Zand opgebracht. Dat is gisteren gemaakt. Slootje. Ik ben van bovenaf gegaan van de buren. Mondelkastjes neergezet. Nou, daar liggen de pulkers die onder die houten vlotjes zitten. Dat had ik gelijk geïmpregneerd, zag ik hier wel. Ja, en hier slootjes. Goh, is dit water ook al in, ja? Oh ja. Goh. Kijk, nou heb ik een sloot gemaakt. Hier, kijk toch eens. Dat is nu dat je. Kijk, deze. Opvangen wat van boven zo komt. En dan gaat het. Kijk, want anders gaat het hier allemaal langs. Mm-hmm. En omdat ik dat pad een beetje naar boven wilde hebben, heb ik die verzet. En die moest er dus aan lopen. Ik heb gisteren gezorgd en daar leed het leek. Nog drie bentroet gehaald. Ja, daar zit er nog een, maar die laat ik ja? Niet zitten. Dat is een souvenir. Zit hier heel diep of verder weg? Ja, hierboven. Oh ja, een toproet gevonden. Daar links. Ja, ja. Nee, maar deze twee hebben het overleefd. Ja, maar als die aan het vallen is, dan kun je er niks meer aan doen. Meisje, mm-hmm. Zachter wordt, hè? Dan gaat het rennen, hè? Kijk, als dat een paar dagen bestaan heeft, dan wordt dat onderin wat zachter, want nou is dat maar boken, hè? Kijk, dit spul, hè? Mm-hmm. Dat wordt dan zachter. En daarmee gooien. Daarmee gooien, dat is lekker. Kijk, dit is die grijze, zie je dat? Goeie tuin was gewoon. Zie je dat? Ja. Hele aardelijke. Grijze beige staat. Ja, grijze zit er ook tussen. Ja, ja. Dan nog mee lachen. Dan mee lachen, dan net doen of dat er loopt, hè? Kom eens. Mooie schoenen, hè? Goeie, hè? Mhm. Dat zijn maar dat is. Dat zijn net schoenen om te baken. Van het leger. Ik denk dat die oorspronkelijk voor het leger gemaakt zijn, ja. Ja? Mm-hmm. En God schiep de aarde, maar ja, Pieter zet het nog zien hand. Ik denk maar wat Goossen zei. Nou, je kunt ook zien. Nee. Wat? De mensen zitten altijd in die grond te vroeten, zei hij, al duizenden jaren en het ligt nog nooit goed. Nou, dat is waar. Nee? Dat is waar, ja.
Bosfiotis, dat zou mooi zijn in de lente, die hebben ze al veel. Ja. Die blauwe, blauwe paars, hele mooie. Ja. Het bosherk, daar heeft niks te doen hebben. Nee, maar dat vind ik zoveel verschil maken. Dan kun je ook zien waar je nog wat grond kwijt kunt en waar het wat hoger is. En, wat. Mm-hmm. En die rommel, die gaat mooi dat gat in de, waar een boom staat. Ja. Stond. Wat je net hem gezegd hebt. Zo na het gaat. Maar die komen we gewoon opkippen. Het gaat wel vol maken. Zonder er een goede roombeet door, dat is nu al 8 jaar lang. Keer na keer gaat dat weg. Het ziet er iets vervolgen van, hebben we nog niks geleerd. Het gaat maar groter en groter. Kippen ze dat dan neer. En de county die kiept er maar rond hier. En dat gaat goed weer. En dat gaat dat eindigt dat kinder in. Kregen we er de gunder bij? Nee, ja ook. Maar ook die andere. In de grote vijver. Dat eiland en zo is dat wel. Waar. Zeg die? Die woont hier. Ja. Ja, dat is. Waar heb je die gevonden? Die lag hier in mijn tuin en ik dacht, ga jij daar maar mooi aan zitten. Dat zie je toch. Als mensen zo langskomen, moet je je voorstellen waar die kijken. Dat was wel een zin. Ja. 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 Die tand. Ze hebben een boom waar we toen een beest in de muur zijn geklimmen. Ja, die raccoon, dat was beest. Maar dit is. Wat had ik gezegd? Dit kan in het voorjaar wel iets worden. Zo, of zoiets. Ja, deze is beter dan. En jammer, die staat misschien wat beter. Dat kraakt dat blaad, hé? Dat is echt her. Dat is geluid. Oeh. Ik kan hier echt wel. Geef veel in de gaat. Ja, zie dat. Een klein stukje bollen. Moet je zoiets eruit halen. Allemaal botten in de grond. Die jasmijn die we bij het balkon weggehaald hebben. Die daar bij die dish gaan stress uit. Ja. Die fine. Dit is een goede boom voor hem. Want, ja, en het is windstil, die had geen klagen. Nee, en papa zijn molentje die wel gezellig was. Ja, ja. Ja, die deed het heen. Daar heb ik een hoop grond bijgebracht, en hier was ook zo'n gat. En ja, die gaat het wel doen. En ik denk dat hier iemand s'nachts woont, zo. Dat is het huis van hier. Hè? Heel geheimzinnig. Ja, hè. Moet een hand insteken als jij gepakt wordt, dat is er in mijn toest. Ja. Het beertje daar zit. Ja. Daar zit er heel veel nog voor. Mooie mosjes hier. Een mooie plekje. En daar moet ik nog heel wat rekken trekken. Hier zijn een boomstronk of een poestje pittig. Een boom erin, ik kan er niet door. En hier zijn de mosjes ook zo mooi. Wat hier een kwijt, dan val ik in het vesten. Als je mijn schoon had, dat is toch heel mooi, ja. Weet de mensen zo met zijn streek ligt, man. Zo moet dat weer. Heel mooi. Die hebben we zet. Zeg jij? Ja.
Ja, daar hebben we les de bakken mee opgehezen met dat ding eruit. Handig. En dan moet je weten dat je goed touw achter in de auto hebt liggen. Nog. Oh, wat mooi is dat. Ja, dat is die rotte bij. Dan moeten we een dikke mens goed doen en dan een bos toe maken. Dan kunnen we nog lagen. Dan loop ik achteraan met de camera. Ja, een beetje aan de kant doen. Baby deer. Daar, die had gehaald. Twee mei. Met moederdag meegebracht van Logie. Op moederdag gekocht, letterlijk. Die zijn we in het kastje. Dat is zo mooi. Ik zal mijn hand ook bij jou bereiken. Zo, je kunt dus heel goed dat die is. Dat is een echte joekel. Heel mooi. Dan moest hij zich ook zo goed zijn. Dat zijn knelletjes. Kom maar misschien meer. Hoe snoeis je hier? Zeg je, joh. Hoe snoeis je hier? Ja, dat is een snoeis hier om op te komen, hè. Een beetje gewond, ja. Gewond, maar ik doe het zo, hè. Kijk, want die is toch te. Zie dat? En dan wordt dat kort. Ja. Wordt is. Ja, is. Maar ik bedoel. Ja, ik zit dan door, hè. Nee, dus. Het geluid. Dat wordt hier mooier van. Tuurlijk. Dat kwakt een e-kilo. Nee! Oh, die mooie bonte dingen op de achtergrond van de buren. Oh, die huilt. De zaag of de boom? Die boom. Piep, die huilt. Dat is altijd groter als dat gedenkt, hoor. Ja. Die is groter als gij. En dan kun je van hoe zoet met een lange kabel heen. Ja. Lekker. Zo'n kabel hadden ze pap zelfs. Daar mag je niet mee vliegtuigen, dat is één. Ja. Wat toch het in de zand van je huilt, dat hij aspoelt. Of zandbanken, stranden. Dat is een voor dat paard. Ja.
er zit een beest. Ik heb net met de verrekijker gekeken. Ik dacht dat het een hagedis is, zegt hij, maar dat bleek een soort spinnenvet te zien. Wat weet ik ook niet. Vuur met één arm of wat? Oh, dat is fijn. Had ik nog zo wat gezien. Dat weet ik ook niet. Ik wil het gaat hier bij de buitenkant vol maken. Net bewoog je. Verdomme. Wie zie ik? Ik kan er niet kort bij. Vandaag 14 oktober. Hoe lang zal het er liggen? Mooi is nog een mooi aaien. Heel fijn. Nou, het is wel een beest. We kijken hem maar van hem in, want de ganse graafkant, oh, dat is niks moois. Staat zich weer vooral. Hoe is dat ja? Die is goed. Want die planken, die zijn breed. Hey beest, heb je geen gezicht? Kom maar kom bij. Dat is de plank. Zolang als mijn hand is, dan weet het. Manta, hè? Manta of mantra? Witspringhaan. Ja. Is het mantra? Dat weet ik ook niet. Witspringhaan. Ja. Dat is hem dus. Preen mantis. 5 tot 6,5 centimeter. Die komt oorspronkelijk van Zuid-Europa. Die roept ze en bijen en grote insecten dus. Die hebben dus. Dus zelfs een Carolina mantid. Die is ook bijna 6 centimeter. We hebben een plaatje nog. 16 oktober. De bougainville. En die kleine astertjes die wilden. Daar zijn wat meer nog happy mee. De bezige bijtjes. Ja, en de vaas halen die zich ook heel aan. En de Pieter de Twee hadden het bos vorig jaar gespaard. En daar zou je er meer van willen. Die moet hij toch weer. Misschien kunnen we ze schuren. Mooi. Wilde astertjes. Wat ga je doen? Ga je nou... Drek plukken. Ja, dat niet. Ik heb handschoenen aan het werk. Ik heb in paard gestuurd. Oh ja. Ja, zo krijg je ruimte, hè. Weet je dat? Oh ja, en daar staan een paar kalen. En als je naar boven kijkt, dan zie je welke tak dat er nog hangt. Zie je dat? Nou kijk maar eens links naar boven. Hè. Ja, van de lange neer. Waar is dat van deze? Nee, van de ginder, die. Welke? Ja, kom maar eens. Dan kijk je maar eens. Kijk je maar eens, die daar. Die een hele mooie dier. Wat een broek, hè? Dat is een flink, hè? Wat een. Dat was een stevig, hè? Ja, die stond daar te kort bij, hè? En, die had ik het al gehad, wat je zag op die drie. Die kwam elke dag aan. Welke?
daar die drie waar we gisteren keken waren. Ja, die zijn weg nou. Gistermiddag, laat in de namiddag, kregen we hier het licht in de... Heel mooi, heel fijn herfstkleur. Ja, dat grove blad, dat zijn tulip trees. Ja, maar dit deur... De kleine en dunner en boer, daar staat een tulip tree. Ja, dat is redelijk. Ach, jong toch. Ja. Dat ziet er nog goed uit, die... En dan hadden dezelfde buren en de ene had wel fijne herfstkleur en de andere gaat mee. Ja. Ja, ja. Suggerend. Mijn sinaasappelen aan het. Ja, dat ziet er goed uit. Mijn sinaasappelen aan het komen. Nee, ja, appelsine zijn het wel. Het gaat opvullen. Hoe ik de drek ook allemaal ingegooid heb. Ja, met buurman zei ik, had de tonnen in hand. Kerkhof. Dat ritselt over de blaas. En dat geeft nou zijn schaam zijn hoop. We zullen wel een keer warm aasken. Ja, als je zeker weet dat er geen brillen in liggen. Nee, nee. Dat vingen de schatjes gaan heel lekker en de munkjes als je die aanstakt. Nee, maar later, dan zakt het wel vanzelf. Ik bedoel hem te mikken. Ja. Jongen, maar dat eiland is nog lang. Dat is een mooiste hemd hoor. Het blijft schoon aan het bos. Jazeker. Kijk, dat is mijn knechtje. Hè? Dat is mijn knechtje in het bos. Ja, ja. Oei, oei, oei. Ze hebben niet allemaal zo'n knechtje. Huh? Het is best gewillig. En nog een mooi ding ook. Huh? Wie heeft er nou zo'n knechtjes? Een logger. Huh? Een drekkentrekker. Ja, daar bij de buren. Dat werkt aanstekelijk. Huh? Ja, bijna. Dit is dat pad wat toen mij in de knup lag. In dat oude hoes. In 86 of zo'n tas heb ik niet. Oh, dat zei Dora, ja. Ja, zo lag hij ook uit. Ja. Zo lag hij ook altijd, zei Dora, ja. Ik heb lang niet meer gas worden geknupt, dat kan ik niet meer in. Ja, ja. Hè? Zo is dat. Maar je houdt... Kijk, dat is het voordeel van zo'n bos, hè. Dan hou je tenminste... Je body lenig, hè? Zo, gisteren zijn we weer naar Meeken gegaan. En bij Public zijn ze mergpiepjes. Ja, dat is geen merg, dat was een soort pudding.
vet geduwd, maar er zat toch wel wat in. Het bulk is gerold. Pap moet nu meenemen dat hij dat alleen kan. Zo zoals in de soep kan door. Zondagse soep. Alleen haalt deze de zondag niet. Dat is weer goed. Ik moet er vandaag een deel van op. Eén proberen. Dat heb je voor olie. Proep. Lukt die op die van zijn pap? Zit er straal olie. Ik smoke vroeger op de kelder schapen stond marmieten. En die deed ik ook nog in de soep. Jan de Nevers deed wonderolie. Daar doe ik me niks mee. Ik moet een bank stellen en een keer meegroeien. Zo geert dat daar. Dat is toch lang geleden dat ik die gehad heb. Ik kost hem nooit nergens krijgen. En als je daar zo'n knok hebt, dan zat er nooit meer in. Ik kan nooit die koe hier in de knok hebben. Maar je hebt altijd meer dus. Bloemkool zit er nog niet in de winkel en sperjes. Ja, groene sperjes heb ik gisteren al gezien. Ik heb een blikje banden wel soepgroenten en celery groen uit eigen tuin. Peterselie uit eigen tuin. Dat smaakt ook wel. Ze hebben er zelfs gisteren pap. Een heel roosjam. Nou, schone aardbeien. Deze hebben we uit eigen tuin. Dat is ook op 17 oktober. Zo eigenlijk een dag in Havel. Als ze geloven dat we die gaan niet hebben, maar dat is lekker. Die ga ik pakken voor de. Dat crème fraîche van het fruit. Deze nog de eigen tuin. Fantastische vrucht. Schone is weer. 2099 in een bak. Sweet strawberry shade. Tove. Dat ook. En vroeger moest de tapioca pap eten. En wat eten we er later? Als was 50 cent nacht tapioca. Better than homemade. Dus nog lekkerder dan zelf gemaakt. Dat gaan we nou door. Crème fraîche. Hier is een hoofd set. Ik heb net passievrucht doorgesneden. Dat is het. Wat er is. Snuffie achter de gardinia, hoor. Dan wil je er niet uitkomen. Die woont hier dus. Snuffy. Snuf. Snuffy. We zitten hier ergens in de kleine gardenia's, hè? Ergens, hè? Snuffy. Toen ik vers boete kwam, zat hij hier, hoor. Dan heb ik heel dukker wat horen ritselen, want mijn dochter kelt wat zit hier. Zit hier die schildpad weer. Daar gaat nu heen. Dat is ook nog op 17 oktober. Ja, wat doet die snuffie hier? En een verloren azalea die er blijft. Nu die mokkie is. Dat is prachtig voor een knijntje om hieronder te zitten. Herfstkrokusjes. Die heb je teruggepakt in die bruien op. Leuk. Deze twee. Ja, elf weer die is dat. Die heb je toch, die bloembek. Ja, ik heb ze geen door. Gewoon een poortje van het balkon. En gewoon een poortje waar die is heel happy. En het balkon, die was ook heel boom. Maar we hebben nog onze marijnen staan. In de bakken, die kunnen er beter tegen. Heb het leia dit blijkt nog? Een flinke stuk. Voor vlinders en hummingbirds dus. Zelfs naar de baas te lopen. Wat hij allemaal aan het doen is hier in het bos.
Wat het let er makkelijk bij. Dat je lief maakt. Zo aan het op dat pad kunt. Ja, dat lid wel een stuk. Die we de vrijdag meegebracht hebben. Ja, met name dit heb ik een heel stuk opgehoogd. Mm-hmm. Dat wel na het worden. Kostte in maart, toen het zo laat geregend had en zo, kostte gaan niet door. Hè? Heb ik vanmiddag, hier veel dat sloot gekregen, heb ik vanmiddag gegraven. Vanmiddag gegraven? Ja. En die zit vol. Dus dat duurt heel wel wat. Dit is vanavond al nou doorgetrokken. Ja, dus en die andere gaat daar ginder langs de boom, zie je dat? Kijk, die zand die ga ik daar ginder onder halen, hè? Ja. Dit is gewoon een soort rivierzand. En dan kun je lekker op lopen. Als dat droog is, dan... Ja. Ja, wat er goed het slootje is gekomen, hadden dat... Hierop. Met je eigen huurt. Ja, en dat is dan lekkere grond op de dam. Ja. Je moet een dag een beetje aandrogen. Nou kan het ook drainen, het ganse bos aan de hand. Oh ja. Ja. Maar ze is wel buurman zeggen. Ja. Ja. Iedere keer speelt filmmeester Harry. Dat mag toch, zo wordt dat hier. Deze moet ik morgen nog schilderen. En dan leggen we dat ginder er nog in. Hè? Morgen. Dat ginder bij de persimmon. Hè? Een zelfgemaakte. Ja. Narcisse Rose of May. Hier zo, hè? Dat zijn dus laten of wat, denk ik, de naam. Ja. Kijk, en hier staan drie, die ken je wel. Verbena. Verbena, welke? De jongen van die ginder. Ja? Ja. Oh, van die grote? Ja. Maar daar zit de hele rest niet meer. Welke rest? Ja, die ballen die zijn toch alleen maar in de wind. Die ballen staan daar. En deze die heb ik opnieuw een beetje opgeknapt. Dat zijn die ayuga's. Ja, ja. Hier heb ik die jonge Genomelis japonica neergezet. Oh, die we zelf gestekt hebben. Ja. Ja. En hier staat een klein plekje. Tristagma. Zijn dat die krokus, hè? Tristagma zijn geen krokus. Nee. Feion. Oh, in Feion, dat zijn die, die blauwe sterretjes. Ja, blauwe sterretjes. Allemaal bieren. Ja, 25 al hoor. Ik denk dat ze maar zacht moeten worden. Dat vind ik ook niet. Er stond maar die pieten nog weer. Mensen er te vroeg afplukken, hè? Ja, ja. Even tegen we hem. Daar ginder die anderen, die zijn nog groter. Misschien dat die het nog gaan doen. Weet je dat? Zijn nou? Kijk, dit is de Clematis armandi die we daar ginder weggehaald hebben. Op het balkon. Die hebben we teruggesnoeid. De grote wilde. En dan gaat hij uitlopen. Hier, kijk eens. Een puntje. Hier. Ja. Hier, ik zag hier halverwege. Door wat nog, daar bovenop. Ja, ja. Dus zo gaat dat met hier, hè? Ja. Beetje water erbij, klaar. Ja, dan mag jij de nieuwe weg gebruiken voor het eerst. Ik heb geen lint om door te knippen, maar anders dan... Ja, goed stappen staan voor. Ja. Ja, dan moet ik toch met een bezem aan, hè. Ja, maar ik... iedere keer is mee lopen. Nee, maar ik wou het even in de olie zetten, weet je wel. Ja. Net als die andere, hè. Dan is hij ouder of een ander soort plank. Ja. Zie dat? Dat is een 3,5. Een ander schotje. Nee. Dat is 3,5, ja. Dat is de lengte van die palen die eronder liggen. Ja, ja. Hè? En hier liggen ook 3,5. Dat is de andere helft. Hè? Zo is het in het leven, meisje. Zet je een mooi pak aan. Ga eens kijken, draai eens om. Maar jong. Ja, ja. Smoeken op fuchsia. Is dat fuchsia? Dat is fuchsia, ja.
Ja, ja. Ik heb mijn nagellak mee bezig. Oh, die past er niet bij. Dat klopt. Ik hoor niks. Hè? Ik hoor niks. Nee, natuurlijk niet. Vol gold. Grasbergen. Ik wou eens kijken, dat zijn witte. Die zit er maar zo op. Dat is heel mooi. Dat is nergens nog lekker. Wat mooi hei. Daar is niemand nog wel wat. Daar heb ik iets aan gezeten. Ja, wie wonen hier niet alleen. Daar is beertjes en... Zo kunnen ze mij van boven eten. Ik kreeg er niks van. We kregen ook niks van jullie peersje. Ze staan op 19 oktober de buit. Ik heb zo een schuiltje liggen. Vier schuiltjes. Dat is toch niet gek? Zo laat elke dag nog. Zo'n buit. Lekkere verse. Van boosjes. Nou, eens kijken naar Pieter zijn nesten huisdieren. Ik heb alleen een beschut geleverd. Dit is een catfish. En dan die Guido en Johnny, twee goudvissen, hebben ooit gekocht. En er even zaten. Oh, ik moet wel honger hebben. Dat zijn op 19 oktober. De Chinese redbud bluit. Er hangen buurtjes aan. En die bluit. Tweede keer. Zie dit knopje. Zo is hij de herfst. Tegen half zes. S'avonds. Mooi dat licht. Kleuren. En boven zitten de vogels en de eekhoorns. En hier de blad vallen. Ik heb zo'n gooien hier. De vangst van vandaag wordt boos. Van boosjes. En dit is onze eerste persimmen. Die is... zacht. Kijk. Je moet zacht weer die handen die er hangen achter zijn gaat. Ja,
Dan hadden we een stuk of drie veer heel goed, kostte zo'n B. Die zullen we eens proberen vandaag. Kijk hoe dat smaakt. Frambozjes. Thank you.
Waar gaat je vandaag? Minuet. Van? Johann Sebastian. Door een amateur ben al heel lang in Urgen mee gesproken. Oh, ja, ja. Ja? Ja, en als je er dan zo in voor hebt staan, dan zitten er zoveel tegelijk. Hè? 1, 2, 3, 4. Hier moet je erachter gelijk spelen, zie je dat? Huh? Zonder passage. Mm-hmm. Hier zo. Ja, en spelen, dat is niet, maar achtergelijk lezen, hè? En dat gaat dan vrij snel. En dan snel. Had ik in dus dan door. En dat was ik in donker. En ja, deze, dat is maar één rijtje, hè? Dus. Wat ik op heb gestort. Het is ook lekker. Je moet ze hebben, hè? Dus. Tussen middag en een keer 1980 of zo. Ja, toen was ik er misschien. Toen had ik het misschien vaker gespeeld dan nou. Ja, dat zeker. Ja, sta ik in de stroomboot te leven. Thank you.
Als een oud mens nog probeert jonge dingen te spelen. Hè? Jonge dingen. Zelf wat aarde tussen het goud. Op deze manier wordt het een, de klank van een hobo.
transplantateur. Die twee die jij hebt, die ik aan heb laten zetten, op het Nederlands systeem, die zien dus van degene die ik nou stuur, aangezet op Nederlands. En dat kost maar $26. Dus zo zat dat, joh. Maar dit is direct, daar kan niks verloren zien. En ik denk ook, maar als hier ooit een keer ingebroken zou weeren of brand of wat, dan heb ik tenminste migraine en dikke hart veilig. Ja, daar is dat voor. Dat is een ontzettend werk geweest. Ik heb dat allemaal door elkaar geplozen. Want de vraag waar ik woon, ik heb Pieter Willem door van zijn steeps opgestuurd, joh. Maar die komen dus super snel met zeepost. Ja, die hebben vrijdag gekregen. Maar, jong. Afgelopen vrijdag. Dat is een goeie werk, waar? Nee, 14 dagen. Ja? Kees schreef toen. Ik ben even naar het bos kijken, naar Pieter. En ik wou je opgesloten zijn. 27 oktober. En de hele stad al. Stralend blauw dat hele lucht is. Zo mooi. Die zijn nou nog mooier. Nog meer bloemen. En nog groter. Goh. Ja, kijk, die liep vroeger rechtdoor. Die soort liep rechtdoor, ja. Ja? Maar daar zat een, wat we noemen een petrified boomstam in. En dus kon ik daar niet verder, die kon niet dieper. En dan ben ik hier met een boog omheen gegaan. En niet daar nog dieper, maar dan zie je meteen het resultaat, hoeveel water. Ja. Kijk, en als je goed kijkt, meisje, hier, dan zie je de punt van de boomstam hier er nog uitsteken. Ja, onderin in modder, dat is de. Dit is de punt van boomstam, ja. De deze. Zie je? Ja. En ik had dus nog ietsje verder kunnen gaan, maar die kan ik wel een keer kapot houden, denk ik. Maar dan zie je hoeveel water dat hier in de grond zit, hè? Wat nodig, ja. En ja, die moet ik daar nog openmaken, maar we hebben ook nog geen tijd. Nou, eerst langs het pad die buien ook. Het is bijna november. Roof is een zaneke. Zie je daar nog een erop zitten? Nee, door de kiek kan je zeker niet zeggen. Zie je dat? Hier. Dat is wel wezen. Oh, dan gaat hij weg. Nou zag ik hem blij. Ja. Dat zie ik nou een dobber. Ja, ja. 600... 25 zou ik. 625 bollen. Ja, die komen van Nederland. Zeker weten. Ja, dat staat er ook op, hè? Ja. Staat er ook op, product of Holland. Hey. En kijk, dat zijn. Dat zijn hele bollen. Kijk. Zeker, ja. Het zal hier mooi weer aan de lijn. Goeie maat. Ja. Ja. Zeg, hier staan dus 100 yellow shearfulness. Mm-hmm. Nou, dan. Daar staat een groepje Baby Moon. 100. Ja, ja. Ja. Zien dat dikke? Je staat bij. Nee, maar dikke bollen. Trevitiaan. Ja, dat zijn dikke bollen. Ja, dikke, gelukkig. Early mid-season. Goed. Sun and partial shade. Not that kind of no, plastic. No, I hate that stuff. Hey. Even though I have one on my deck, but I didn't. That was given to me. I did not purchase. I would never have bought it. We also become some kind of gifts where you say, oh, can they gift? Oh, I know. Hi. That's the neighbor, hi. Carter. He will lift you over the fence with a couple of years. Oh, that doesn't take that long. Hey? Oh, how gorgeous. Dit is een Jim en Ellen in de kant. Ik kan hem niet zwemmen. Ik is een zaneke. Wat is er, Eki? Waarom zit hij boos?
Mickey. Dat is dat toch? De boekpin. Wat is dat? Wat is dat, Eki? Ik versta er niks van, hoor. Ik versta er niks van. Huh? Kijk, als je iets wil laten groeien, dit is hele oude, afgedragen champignoncompost. Helemaal vergaan. En dat is lekker spul. En dat doen we onder de bollen en alles wat we planten. Zie dat? Helemaal vergaan. Helemaal. Dan hebben die niks te mekkeren, die motten het gewoon rooien. Mooi spul, hè? Zo ben je hier verwend. Ja. Dus, en dat halen we op de kwekerij, hè? Ja. Met ons aanhangertje. Met Ravi. Had het been in het kastje gezet, hè? Ja, die stond er gewoon bij. En daar zou ik over de winter met alle planten binnen als het zo kan vriezen. Ik hoef de deur maar dicht. Staan er keurig bij, hè? Dat denk ik. Ja. En een borrevele blauwe nog. Jojo. Grote. Die Thaise. Oh, dit zijn de nieuwe. Dat zijn de nieuwe, ja. De nieuwe rozemarijntjes. Ja. Blauwe dan. Om iets mee te krijgen. Kijk, hier staat het merk. Ja, dat is de Tuscan Blue, de Toscaanse rozemarijn. Ja, die komen in de frontpoort stellen. Oh, die groeien zo. Ik denk dat die al gegroeid zijn een beetje. Dat zijn die houten bakken uit Thailand hoor. Ja. Jullie is zane keek. Die hangt erboven om leeg te kijken. Ik weet niet hoe het heet. Boekpinnenvat. Die afvangnoot die stond toen ook onder water toen de bek. Een kastje nee, daar staat een mooie rennen. Die is nog groen. Een kastje nagene. In het kastje nagene. Ja, in het kastje is het veel beter. Ja, dan moet als beest zo groot het hier is. Oh, ja. Het is maar een kleintje, maar ja, weet ik. We dit, hebben dit loopt weer uit in het voorjaar. Jazeker. Maar, ja, dat is ook een afvangnootje. Ja. Die is zeer happy. Ja. Oh ja. Er zit nog een oma. Er zit ook wel een eierboter. Zie bij de erker. Die blauwe zelfs. Carolina Jasmine. Kun je mijn boom dan eigenlijk aan me houden van het weer. Maar dan houden we het dood. Steeklicht. Dat zijn maar gewone kleine oxalisjes. Baby's. Dit is toch meer een bilzenbak. Dat kan de rozemarijn weer. Zo groot. En dan blijft gaan ze hier door. Een paradijs voor beetjes. Zo staat die druk. Wat doen jullie daar? Die zitten heel lang. Nou hebben we hem toch mooi. Elk bloemetje af. Zo druk. Een van de, dat is de Thaise jasmijn. Dat is de grootste jasmijn die het geeft in de wereld. Dat is een knopje. Kijk, dat is ook zo'n joegel. Alleen rukt hij niet. Daar is een boom en een knop. En hier is dan nog een. Nu ook zo met strieklicht. Mooi. Ja, oh, mooie dingen, ja. Ik ga hem ergens weg en kies mijn knoppen. Zo is het ook altijd. Ik pak je weer het wat knoppen. En weer die hooien. Ik heb er wel eens een laten vallen. Ik ben in India zijn geweest. Maar nee, zien dat toch wel. Nou. Allemaal bloemetjes wel. De melk weer. Kijken waar het geweest is. Zo
75,5. Is 110,8 geweest. En ongeveer dit kost. Zo doe je dat. Werk en daar. Goed. Dat is dus boten. En in. Maar je bent dus precies hetzelfde. Dan doet de airco nu. Bijna 25 graden, 78. Dus, zo mooi waar ze nog weer toe toes kwamen. De meeste bluien weer. Prachtig. En deze. Volgende knoppen. Jasmijntje. Die hebben liever dat we er neer zien geloven, dan dat we er wel zien. Oh. Dat is er ook zo heerlijk toe toeskamer gestopt. Ja, daar ligt nog aluminium folie, dat doen we erop. Ja, die orchidee buiten weer. Nou, ik zit in de stoel zo heerlijk kijken. Dat rook zo heerlijk. Die zit wel vol met bloemen van onder te boven. En dan ruiken die hier. Prachtig. Ja, de blinde of de roze doen heb ik maar dicht. Dat doe wat, die is leeg zie. En dan is toch lekker licht. Genoeg voor de planten. Niet te veel. Dit is zo dankbaar. Op zijn viooltje. Die deed ook heel mooi. Ja, dat hoorde dat is de tijdschakelaar op die lamp. Dat tikt heel hard. Dit is dan op 5 november. Was bananen nog. Dan komen we in Nederland, zal je wel wegzien. Dan blijf je nog gardenia's boeten. Waar is er nog een? Er zijn nog verschillen hier. November tot december is het nog niet rust en half uur. Dat is bananengeweld. Ik ben allemaal zo op balkon gestoord. De simeter ook blij. Ontzettend. Dit is een tuin en bos. Deze live ook. Die groeit ook flink, ja. Die is al. Oh, tape is vol. Dan kom ik niet meer rond, zeker. Dat is bos. Pieter is compost halen. Dat weet de bloembollen met mijn 100 poten. En een dikke 600 in. Dat is wat mooi bij aan in mij. Nutjes zitten er even voor het winterkunnetje. Wat is dat boef? Wat waren we aan het vertellen? Waar we weg geweest, hè? Wat was er daar? Wat was er voor je boef? Bos met herfstblad, ja. Zo mooi. En ik moest een hoop van boeren erop plukken, zei Pieter. Zal ik het eigenlijk ook nog vandaag. En de eenden komen gaan en met er is iets vreselijks gebeurd. Op Spiet was er wel een vermoord. En daar is niet meer door de pijk. Misschien doet hij voor de zwarte hond had. Blij in de gardenia's. 5 november. Nee. En er een stuk of 4 weg. Van die ovalen die dan? Die hebben ze ook. Ja, ja. Wie doet dat wel? En ja, ja. En deze ook hier nog, nee? Nee, daar houden we de dag nog altijd mee. Ja, meer toch stuk ook, toch? Nee. En nog 2 van die schuiltjes. Ja, die droeven inderdaad. Die houden ze ook bij, hoor. Ja, die houden ze ook. En de frambozen moeten ze ook. Dat is van binnen dus. Zacht. Maar deze nog, nee. Dat er iemand een riepen in de keuken en een fruit geeft, hè? Ja, kijken wat er dan komt. Jullie kennen dat ook niet, hè? Nee. Oost gaat eten, maar. Ik heb stil niet lang thee bij, maar die ziet geen ik. Crème fraîche met tova, hè? Ja, dan met de vruchten. Lekker. Ja. Waar ben jij aan het schoonmaken dan? Ik ben die pas helemaal aan het sluiten.
Kijk me eens aan, want ik zie helemaal geen gezicht. Je hebt de haren gewassen en je hebt lange haren. Huh? Zij pet nou, ik heb mijn hoofd, dat is zo lang. Het is altijd lang. Ja, ja. Die. Draai eens om, je hebt zo'n mooie broer aan, zie ik. Huh? Wat is dat nou, zeg je? 15, 15 jaar, joh. Wat? Die heb ik al vanaf het begin. Ja, echt waar. We zitten al meer dan 15 jaar hier. Oh, kom aan. Dat is die vrouw, zeg ik, dat is een van de eerste. En de parel van... Heroïd. Heroïd. Welke? Welke parel? Is die haar. Die, dat is die daspeld. Alles kort erbij trekken. Dat is die daspeld. Dan heb ik die met vast. Een parel van Hero, zeg je? Ja, uit Japan.